met parlementariër Henk Aviankoi spraken wij ook over de koersen die eerst aan het dalen waren en plotseling weer pieken vertonen. En de vraag die dan rijst in de samenleving of een groepje cambiohouders er werkelijk zoveel macht hebben. U hoort parlementariër Henk Aviankoi. Nou, kijk naar de tijd van de koers. Misschien heb ik alle kassen hier met een oprechte mening. Ik schrok ook dat de koers daalde op zo'n manier. Natuurlijk goed. Maar als ik na een week kijk dat de koers weer zo omhoog gaat, dan vraag ik mezelf af waarmee is men bezig. Ik heb wel een idee als ik de president of als ik de leiding had van dit land, wat voor besluit ik zou nemen. Want dan is het duidelijk dat een verhaal voor vraag en aanbod, ik weet niet of het geld voor Suriname wat de koers betreft. Want als die koers zakken zo, dan ben ik door de 30. En na een week, dan ik ga back a look toe. Dat betekent, somewhere, was een epsa. En naar alle waarschijnlijk de maar afvoermakte. Want het kan niet, ik bedoel, dan laat men maar de banken, ik weet niet waar, broer. De banken voorzien, met dit maar go wissel de mona bank. Want, cambio kan je economie niet voor je bepalen, is verkeerd. En als het werkelijk uitkomt wat de president zegt, dan hebben we een probleem. Want dan hebben we een chanterie de monitor. Ik heb een koers 50, want Suriname tramana niet eens $1. Maar ik heb een koers gegeven. Zij zijn de mensen die het misbruiken. Ik weet niet. Koersen door 50. Dat is zakken. Juist de man bij klaken. Dat is wat ik doe. Maar koers nog maar zakken. Je hebt een economie betaald. Misschien heb ik gelijk. Dat koersdaling is nu goed voor de economie. Je zegt dus. Maar ik kijk ook naar dat ding van de cambio's en de koersen. En ik denk niet dat het goed is voor het land. Ik persoonlijk hoor, je kan geen verschillende koersen hebben. Je moet één koers hebben. Want plotseling was het weer centrale bankkoers, cambio-koers en douanekoers. Er moet stabiliteit zijn. Dit is het. Klaar. Sabi. Dit is het en dat is het. Zodat men kan voorspellen tot investeerders. En dat is niet een yo-yo. Economie op en dat is niet goed. Maar ik kijk ook naar dat van die koersen en ik zeg. Ik vind het wel jammer dat het zo toe gaat. Eerlijk, ik vind het wel jammer. Want de president werkt heel hard hoor. En met dat aangela de man. Center, alle financiële autoriteiten. En de president moet dus doen dat in de centrale bank. Hij is geen gouverneur. Is een China governor, no? Is Chan, want ik is alle schuld, behalve Taigo Bunano, Chan. Maar Alassane is een Chan, natuurlijk, je bent president van het land. Je hebt alle slag. Hij tekent maar. Hij weet wel wat hij doet, wat hij doet voor het land. Want ik heb naar hem geluisterd. En de man kan takken, ja. Hij loopt Chan, ja. De man kan takken, de man. Hij vecht voor de next generation. Want als hij wilde werken voor de volgende verkiezing, was het toch simpel om door te gaan met lenen, allemaal tevreden stellen. Het kon gewoon, want hij vertrouwt daar buiten, deze regering vertrouwt daar buiten. Dat is het verschil. Eén van die verschillen. Ja, maar vertrouwen in een man. En dan kon hij omhoog gaan, hij leent met 300 miljoen. Dan, hoe hij. En na een paar jaren, meneer Ganesh, Brimi, dan was het afgelopen met Suriname. Maar hij heeft de durf gehad, deze regering heeft de durf gehad. Kijk, ik was afgelopen zaterdag op Rikana Omofo. En de VP heeft het aangegeven, de vice-president. Zeg, hij heeft in verschillende regeringen gezeten. De mij beloofd, hij. Op het intervoer ook bij de Mampuren. Ik heb daar zelf op mijn borden gezien in het bos. Bij een middelbare school bekomen. Maar deze regering heeft het gedaan. Dadelijk de mouwtak het was. Hun initiatief om de weg naar die kanaal op. Ik ga kijken naar PR.
pas meki, mooi. En dan moet ik uit een attitude aan vice-president. De president van deze regering werkt geduld. En normaal is alles aan kan afwachten bij hier. Want soms ken ik weet niet of je het verhaal kan van Mozes. De Egyptenaren, de Israëlieten waren in Egypte onder druk. De man zwaar. En toen ze geleid werd uit Egypte, hadden ze ook zo'n hoge verwachting van Mozes dat binnen 2 dagen, 3 dagen beloofde land. Maar dat was er niet. Het is een proces. En toen, na Samson en Jekizino, Mozes moest dood. Een keer Mozes wilde teruggaan naar hetgene waarvoor ze die ze hadden afgekeurd. En zo'n situatie heb je tegen onder een grote verdrukking. En je kies op je ruimte. Meestal wil je dingen zo zien. En dan heb je zo. Dat je wan go bakken naar oorwan. En dat pad de uitslag de. Maar wanneer je een leider bent, je hebt een visie waarvoor je geroepen bent, moet je gewoon doorgaan. Natuurlijk, ik ben niet tevreden over alles. Eerlijk. Ik ben niet tevreden over alles. Zaken zouden anders aangepakt, bepaalde zaken, zoals benoemingsbeleid. Maar je bent regering, je herstelt, je evalueert en je herstelt. Is dat bij? Zo is het leven, man. Zo is het leven en ik wens altijd het beste voor het volk. Maar het volk moet zich niet laten pakken door mensen die nu zeggen, zijn de oplossing. Messias. Je zou een messias van Baka Jezus. Om een messias te op, trouwen, kierom eens maar. Want zij zijn de messias. Laat u niet misleiden, volk van Suriname. Het komt wel eens goed. Deze regering, u moet na met dat takken, meneer Ganesh, als ik moet opzommen wat ze hebben gedaan in 3,5 jaar. Waarom zeg ik 3,5 jaar? Misschien minder zelf. We hadden de sabbat info aan COVID. Toch? We konden niet eens zo zitten. De wereld was gesloten. Tegen slag voor de regering. Geen toerisme, geen geld, niks. En behalve dat, ook is gewoon water. Nooit alleen vader zo in Grondtapu. Alles onder water. Landbouwers klagen, alles aan zongen. En als dat nog niet genoeg was, of is, maar oorlog dat in Oekraïne. Weer een tegenslag. Prijzen omhoog, kranen, bla 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 bla. En toch zegt men, we gaan door. IMF was nog niet eens inkomen. IMF heeft zich ook als instituut niet aan zijn woord, haar woord gehouden. En ondanks dat hij men de deur heeft gekregen, zegt hé, hey, nou we moeten de economie moet hersteld worden. Nou, waarom moet ik niet? Waarom moet ik de regering, vooral de president, de granny niet geven? Wel, ik geef hem de granny. En met hij komt terug.